Edith en Simone, ik ga beginnen met Lien. Lien, jij speelt Edith, Edith Piaf. Heb je daar een beetje voeling mee? Ja, goh, ja en nee. Hè. Waarschijnlijk zou denk ik een beetje naast mijn schoenen lopen zijn denk ik, om te zeggen dat ik daar veel voeling mee heb. Maar haar muziek was mij wel gekend. Nu, haar persoon, ik wist eigenlijk niet dat zij zo'n een verse dame was. Dat zij zo'n vuil gebekte, door de straat geharde. Straatmus, hè? Ja, en eigenlijk vind ik dat wel heel leuk. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik in die periode niet geleefd heb. Ik had ze wel echt een keer in volle furoren willen zien. Ik denk dat dat nog het een en het ander moet geweest zijn. Podium hier in de Scala sta je dan, op podium. Hoe kwam men bij jou terecht? Heel toevallig eigenlijk. Ik zat hier in de productie van Schone Schijn. En tijdens het schminken in de loges zat ik een liedje van Edith Piaf te neuriën. En Lien van Ginderachter, die zat naast mij en die zei, wij zouden daar graag een stuk over doen, over Piaf. Ik zei, wie gaat Piaf doen? Ik was al direct heel geïntrigeerd. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. We zijn nog een beetje aan het kijken wie we dat eventueel zouden kunnen laten doen. Ik zeg, ja. Ik ga dat doen? Ja, maar ik had daar echt mijn hoop niet op gesteld. Want ja, Piaf, daar gaan ze toch niet. Ze hadden mij een keer horen zingen in de loges. En een keer hier en daar tussen de soep en de patat. Dus ik had nooit gedacht dat ze dat uiteindelijk aan mij zouden geven. Ze hebben dat dan wel gedaan. Ik ben daar super blij om, uiteraard. Al een tijdje bezig met theater, musical, jijzelf? Nee, eigenlijk niet. Ja, met theater wel. Ik speel improvisatietheater bij de Lunatics. Dus dat deed ik wel. Maar met gewoon het klassieke theater, van je krijgt een script en je leert het van buiten, ben ik eigenlijk nog maar degelijk bezig sinds Schone Schijn. En musical heb ik nooit gedaan. Wel als kind zo'n keer een schoolmusical, maar niet. Wat doe je in het leven anders? Ik ben een leerkracht in het bijzonder onderwijs. Ja, aan kinderen met een matige tot zeer zware beperking. Dag Tess, Simone. Ja, inderdaad, Simone Berthaud. Op je lijf geschreven zoiets, Neto? Nee, helemaal niet. Mijn eigen karakter ligt er eigenlijk ook nogal ver van. Zusterliefde is mooi, maar de liefde van Simone voor Edith gaat op sommige vlakken toch wel heel ver. Ze zou er echt alles voor doen, maar echt alles. En het is soms moeilijk om in het personage te kruipen. Voor de zus zou ze alles doen, terwijl dat ze voor een ander soms toch wel redelijk hard uit de hoek kan komen. Je moet spelen met Leen. Ken je elkaar ondertussen al een beetje? Of ken je elkaar vroeger al? Nee, we hebben elkaar een maand geleden of zo ontmoet voor het eerst. Maar ik moet wel zeggen dat dat eigenlijk goed klikt. Dus het is tof om samen te spelen met haar. En ondertussen kennen wij elkaar wel al een beetje. Hè? Dus het is plezant. Jij moet ook zingen. Lukt dat een beetje? Heb je ervaring? Ervaring in die zin dat ik in mijn vrije tijd waar ik regelmatig zing, in coverbands. Ik heb ook al in een musicalproductie meegedaan. Dus ik ben er wel af en toe mee bezig. Ja, welke coverband is dat dan? Tess and the Replacements. Allemaal popmuziek eigenlijk. En coveren Adele, Amy Winehouse. Ja. En toneel? Passie van jou? Een tweede passie. Laten we zeggen dat zingen toch wel op de eerste plaats komt. En toneel is toch wel zo een of andere kriebel die daar ook wel ergens zit. En af en toe krijg je dan de kans om die naar buiten te laten komen en dan grijp je die met beide handen. Hoe groot ben jij, Tess? Ik ben slechts 1,55 meter, maar ik zeg altijd dat dat de afmetingen zijn van Kylie Minogue en dat is ook een grote ster. Dus, ja, dat, inderdaad, ja, zeker. En Piaf was niet veel groter, hè? Nee, inderdaad. Komt dat dan dat Leen die rol speelt? Ja, dat is een vraag die voor onze regisseur is bedoeld eigenlijk, denk ik, want ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ik ga het aan Leen vragen. Leen, je bent groter, een pak groter. Hoe groot ben jij? Ik weet niet op de centimeter, maar het zit ergens rond de 1,70 meter. En jouw zus is dan een stuk kleiner? Ik denk dat Tess, zoals eigenlijk in het echte stuk, ook een beetje gewoon de pech heeft gehad dat ik in de loge aan het neuriën was. Voordat zij de kans kreeg om in de loge te neuriën. Ik denk dat het daar gewoon, ik denk dat het met timing te maken heeft. Hoe ga je dat oplossen op podium? Tess zal op geweldig hoge stilettos rondhuppelen. Ik op platte schoenen. En dan proberen we dat op die manier. Klaar voor, Tess, voor die première? Bijna. Het is nog een klein beetje werk aan, maar dat komt.